Beide teams staan er slecht voor dit seizoen in de tweede divisie. Dat is niet zo opvallend voor wat betreft TEC hier aan de bal. De ploeg uit Tiel als gastheer vanavond in deze vooruitgespeelde wedstrijd tegen de Treffers. Want TEC redde ook vorig seizoen maar net aan het vege lijf. Het versterkte zich in de winterstop onder meer via deze man Korts. En die stuit in zijn eerste kopbalactie op de doelman van de Treffers. En dat tot ongenoegen van Vink, de coach langs de lijn van TEC. Het verval van de Treffers is wel groot. Dat eindigde vorig seizoen hoog. Krijgt hier bijna alsnog de goal om de oren. Bijna omdat de treffer van Korts wordt geannuleerd voor buitenspel van de aanvaller. Opvallend scheidsrechter Puts vanavond. De scheidsrechter van dienst is dezelfde die ook vorig seizoen dit duel floot. En nu kan hij een treffer noteren. In de tweede helft wel te verstaan en in het voordeel van de Treffers. Want de hoekschop wordt in eerste instantie gemist, maar bij de tweede paal opgepikt door Brian Servania. En die zet de Treffers op 0-1. Het verval van de Treffers in zoverre opvallend. Het raakte zijn twee topscorers kwijt. En staat er ook nu niet al te best voor. Maar het komt wel op een royalere voorsprong naar deze actie. Deze wat rare actie van Maria. Die loopt Nick de Bond van de sokken. De aanvaller van de Treffers die volgend seizoen uitkomt voor Spakenburg. Hier zien we de actie van Maria nog een keer. En Puts besluit tot het geven van een penalty. En de Bond zelf gaat hem nemen. Tegenover hem Van der Sman. Die kan er wel aan zitten, maar die komt er uiteindelijk niet bij. En de Treffers komt op 0-2. De eindstand vorig seizoen van dit duel. Toen door Treffers van Mutsers en Verbeek. En nu, vlak voor tijd, door TEC iets terug. Via zijn topscorer Vink. Die trapt die bal in één keer uit de assist binnen. Het wordt 1-2. Maar het blijft ook 1-2. De Treffers wint. Dat stijgt op de ranglijst. In tegenstelling tot TEC. Dat blijft er beroerd voor staan. Met 14 punten uit 16 wedstrijden.